Burgemeester Marian van Kampen heeft vrijdagmiddag de nieuwe studio van Schagen FM feestelijk geopend. De omroep heeft op een steenworp afstand van de oude plek een splinternieuwe studio gebouwd. Een kleine 50 genodigden zagen burgemeester van Kampen de studio openen. Dat deed ze door een grote on-air-lamp aan te zetten. Na de opening werd de burgemeester geïnterviewd door Peter Hermsen van Schagen FM over de rol van de lokale media in de gemeente Schagen. Marian, je hebt net de studio geopend en een rondje gedaan. Wat was je eerste indruk? Fantastisch. Ja? Wat professioneel. Het is dan een professionele zender, maar het ziet er nou ook nog zo geweldig mooi. Maar ja, gewoon heel bruikbaar, goed uit. Ja, dit is echt fantastisch. Je hebt er zelf natuurlijk voor een groot deel in geïnvesteerd, zullen we maar zeggen. Dus ook voor de helft van jullie. Nou, zo voelt dat niet. Nee? Nee, echt niet. We zijn heel blij met de lokale omroep. En ze vragen daar wel ondersteuning van. Nou, dat geeft de gemeenteraad van Schagen graag. Maar dit is echt een keuze van, ja, Schagen FM zelf. Ja. En wat betekent nou de lokale omroep, Schagen FM in dit geval, voor de gemeente Schagen? Voor de gemeente Schagen kan ik dat eigenlijk onvoldoende duiden. Wij vinden het heel fijn dat onze berichtgeving gegeven wordt. Hè. Als er echt iets belangrijks is waar al onze inwoners van op de hoogte moeten zijn, maken we ook gebruik van Schagen FM. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat Schagen FM overal is waar belangrijke dingen gebeuren wat interessant is voor onze inwoners. En of dat nou een voetbalwedstrijd is, of een toneelvereniging, of een belangrijk sportevenement, of ja, soms ook de raadsvergaderingen. Ja, dat is wel belangrijk. Vind je dat dat voldoende benut wordt? Er wordt zeker heel veel geïnvesteerd vanuit Schagen FM. Ik weet niet of alle mensen naar de raadsvergadering luisteren, want ik zou me daar zelf iets bij voor kunnen stellen dat dat niet de hele avond boeiend is. Maar nou, daar zijn de meningen uiteraard over verdeeld. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die dat echt heel erg interessant vinden, zeker wanneer actuele onderwerpen behandeld worden. Dat klopt. En ik moet eerlijk zeggen, vorige week zei de griffier tegen mij, Marian, er luisteren toch gemiddeld zo'n 450, 500 luisteraars naar de uitzending van de gemeenteraad. Dus ik moet mijn woorden een beetje inslikken. Er zijn toch veel luisteraars. Dat zijn er behoorlijk veel, inderdaad. En dan kijk ik even vooruit bijvoorbeeld naar de gemeenteraadsverkiezingen straks, maart 2018. Ja. Zou daar voor de politieke partijen een rol weggelegd zijn om Schagen FM dan als podium te gebruiken om toch de boodschap te verkondigen? Ja, zeker. Maar onze raadsleden weten Schagen FM sowieso wel goed te vinden. Dat is één. En het andere is dat Schagen FM altijd alweer, ja, ook richting de verkiezingen, meehelpt denken, meewerkt aan nou, misschien wel bijeenkomsten. Waarmee ze ook inwoners kunnen informeren van, goh, wat is nou het verschil tussen die ene partij en die andere partij? Want ze willen allemaal het beste voor de inwoners van de gemeente Schagen. Maar waar zitten nou de verschillen? Ja. En wat ik ook mooi vind, is dat Schagen FM aandacht besteedt aan de ondernemers in onze gemeente. We hebben zo'n grote gemeente met zoveel diversiteit aan ondernemers. Ja, ik kom ze op het strand tegen, ik kom ze in de stad tegen, maar zeker ook op de bedrijventerreinen en ook op het land waar fantastische dingen gebeuren. Zou je daar meer aandacht voor willen voor de ondernemers en de initiatieven die ontplooid worden van de ondernemers uit? Zou dat meer in de belangstelling moeten staan? Ja, wat mij betreft wel, want ik vind dat er heel veel innovatie is in ons bedrijfsleven. Dat gebeurt hier wel in deze regio en vooral in de gemeente Schagen. Dat ik denk van, goh, misschien dat we daar nog meer aandacht aan zouden kunnen besteden. Toch even terugkomend op maart, de gemeenteraadsverkiezingen. Een debat tussen de verschillende politici op Schagen TV? Het moet wel heel leuk zijn dan. Want anders haken mensen af. Het moet echt over items gaan wat mensen zelf belangrijk vinden. En niet wat wij als politici vaak belangrijk vinden. En dan praten we vaak van die hele lastige woorden. Het moet echt zaken zijn wat onze inwoners aanspreekt. Ik denk dat het dan heel zinvol kan zijn om een debat uit te zenden op tv. We gaan er zeker over nadenken. Dat denk ik, wel, ik denk dat het best leuk zou kunnen zijn. Wat zou er nou absoluut te horen en te zien moeten zijn op een lokale omroep? Wat je absoluut, denk ik, als lokale zender waar je aandacht aan zou moeten begeven, is wat mensen boeit. En wij vanuit de gemeente zijn vaak met zaken bezig wat voor ons wel heel belangrijk is en wat ook voor de inwoners heel belangrijk is, maar wat de inwoner niet direct raakt. Nee. En wat raakt inwoners wel? Nou, bijvoorbeeld de veiligheid of een goede leefomgeving. Dat ze zeggen van, hey, er wordt toch wel gekeken naar speelveldjes of naar meer groen in de wijk. Ja. Hoe zit dat met duurzaamheid? Nou, als je die items weet te benoemen, naast het feit dat mensen misschien zeggen, ja, ik wil helemaal niks horen over veiligheid. Ik wil het hebben over die fantastische voetbalverenigingen of die leuke uitzending die ik maak, of die show die ik maak met een groepje vrijwilligers. Er zijn zoveel mooie dingen. De lokale actualiteiten, leven die binnen de gemeente? Als ik naar mezelf kijk, denk ik van, ja, ik vind het heel interessant om te horen wat er in mijn directe omgeving gebeurt. Dat is ook wat Schagen FM voor een groot deel brengt. Ik heb het liever opstaan dan bijvoorbeeld het landelijke nieuws. Hoe ervaart de gemeente dat, zeg maar? Is het lokale nieuws belangrijk?
Ja, het lokale nieuws is zeker belangrijk. Het landelijke nieuws gaat de hele dag door. Hè? Ja. Je kan niet op je telefoon kijken of op je communicatiemiddelen kijken. Je krijgt al door dat laatste bericht wel binnen. Waar je voorheen moest wachten tot het journaal kwam. Ja. Kan je nu op elk moment van de dag het meest verse nieuws wereldwijd krijgen. Maar wij merken vooral dat onze inwoners zeggen, het nieuws wat dichtbij is, daar zijn we eigenlijk nog meer naar geïnteresseerd. Ja. Want het andere komt wel over ons heen. Zouden we dat van Schaag FM uit meer moeten brengen, dat soort berichten? Ja, ik vind dat jullie dat wel heel goed doen, hè, vanuit Schaag FM. Maar het kan wat mij betreft niet dicht genoeg bij de mensen zijn. Nee. Nou ja, kijk, daar ligt ook wel een beetje een dilemma natuurlijk van de omroep. We hebben 90 vrijwilligers, die doen allemaal doen ze wat anders. Het maken van lokaal nieuws kost ontzettend veel tijd. En daarmee ook ontzettend veel geld om echt actueel te blijven. Wanneer je ziet dat bijvoorbeeld NH heel actueel is en ook heel actueel zeg maar in de gemeente Schagen het nieuws brengt, is het voor ons best wel lastig om dat ook te blijven doen. Ja, maar ik denk dat daar wel ook de kans zit naar de toekomst toe. Ik zie dat jullie bijvoorbeeld vanuit ook de ondernemers weer ook steun hebben, hè? Financiële steun. Ja. Er is een stukje bijdrage vanuit de gemeente. Maar doordat je veel vrijwilligers hebt, kan je ook nieuws dicht bij de mensen maken. En mij valt op dat juist die items, en mensen doet glimlachen, een traantje wegpinken, ontroeren. Ja. En toch ook, daar praten ze over. Die straatpraat, ja, dat vinden mensen wel heel leuk om te zien. En dan komen ze ook bekenden tegen. Die hebben ze misschien vroeger nog mee op school gezeten. Ja. Nou, hey, die is ook groot geworden. Of dat bijvoorbeeld soort zaken. Ja. Nou, dat zijn ook de leuke dingen. Daar zie je ook mensen inderdaad echt van genieten. En wat zouden we nou absoluut niet moeten doen op bij een lokale omroep? Want we maken ons programma zoals we dat nu doen. Er zijn veel radioprogramma's, veel televisieprogramma's. Maar wat zou een lokale omroep nou niet moeten doen? Groter gaan voordoen dan dat je bent. Laat zien dat je uit de mensen hier uit de regio vandaan komt. Dat je over deze mensen uit deze regio, uit deze stad, uit deze dorpen, dat je daarover wil vertellen. En vertel het verhaal van deze mensen. Ja, en daar ligt toch een klein beetje het gevaar. Want wanneer we nu naar de toekomst kijken, dan hebben we het over budget. Maar uiteindelijk, om het hoofd boven water te halen, ook boven water te houden, over schaalvergroting. Er zal samengewerkt moeten worden met bijvoorbeeld andere lokale omroepen in de Noordkop. Ja, ik moet Schaag FM wel een compliment geven. Die hebben al, denk ik, zo'n anderhalf jaar terug wethouder Ben Blonk benaderd met de vraag of hij de initiatief zou willen nemen om ook andere gemeentes, hè, hieruit bijvoorbeeld de Kop van Noord-Holland, om tafel te gaan zitten om te kijken hoe kunnen we nu geregeld krijgen dat de zendmachtiging naar de toekomst ook bewaard blijft. En dat we daar samen, door meer samenwerking misschien wel, ooit in de toekomst één sterke regionale omroep, ja, hier van de grond zouden kunnen tillen. Maar ben je dan niet bang als we het gaan hebben over een regionale omroep? Dan heb je bijvoorbeeld NH, die dat ook wel deels doet. Maar dat dan juist dat de belangrijkheid van dat lokale, dat verloren gaat? Nee, ik ben daar niet zo bang voor. Kijk, NH heeft heel veel nieuws uit Amsterdam. Ja. En ik kom ook wel andere delen van de provincie tegen. En ik vind het grappig als er iets is uit West-Friesland of uit de Kop van Noord-Holland of regio Alkmaar. Maar daarna is het vooral, ja, lijkt bijna landelijk nieuws. Ja. Wat de kracht is van de lokale zenders, en of ze dat nu alleen doen als Schagen of FM, of als een sterke regionale Kop van Noord-Holland zender, is dat je bij mensen blijft. Ja. Want die inwoner van Den Helder, die komt ook hier naar de West-Friese folklore. Ja. En die inwoner van Schagen wil toch wel even kijken hoe het met Zeel georganiseerd is allemaal. Dus volgens mij is het toch wel een beetje ons kent ons. Ik vind het gebied heel aantrekkelijk om de handen in één te slaan. Dus een wat grotere wat schaalvergroting binnen de lokale omroepen in de Noordkop, dat zie je positief. Als het naar de toekomst is, een waarborg is om het bestaansrecht te behouden, dan zou je daar zeker op moeten investeren. En ja, wij gaan niet over de zendmachtiging. Nee. Er zijn anderen die daarover gaan. Dus ja, het is wel een van de voorwaarden naar de toekomst toe. Dus je moet er wel alert op blijven. Ja, maar jullie gaan wel voor een deel ook over de bijdrage die Schagen FM krijgt, zeg maar, op jaarbasis. Er ligt inmiddels een begroting in de toekomst waarvan we zeggen van, nou ja, als er een schaalvergroting gaat plaatsvinden, dan gaat dat geld kosten. En dat is meer geld dan het op dit moment is. Gaat de gemeenteraad daar dan ook een rol in spelen? Gaat hij daarin mee? U verwacht nu toch niet dat ik meteen ga zeggen, nou, het zal een makkie zijn in de gemeente Schagen. Nee, dat was zo mooi geweest. Maar nee, natuurlijk niet. Dat begrijp ik ook. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe de gemeente daar tegenover staat. Nou, de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat juist ook deze lokale politiek, en overigens ook de lokale politiek bij buurgemeentes, altijd een warm hart had hebben voor de lokale omroepen. Ja, absoluut. En als men ziet dat men alleen bestaansrecht heeft naar een meer professionele organisatie, zal men weliswaar een afweging maken. Maar
ik schat in dat die positief uitvalt. Ja. En misschien niet tot het laatste dubbeltje of kwartje of eurootje achter de komma. Nee. Ze zullen er kritisch naar blijven kijken, maar ze zullen het zeker, net als ik overigens, als een meerwaarde zien, dat we ook naar de toekomst lokale omroep houden. Nou, dat is ook goed om te horen. En dan denk ik dat ik ook uit de mond spreek van de 90 vrijwilligers die we hebben. Want het is ook een stukje waardering voor het werk wat we doen. Ja. Nou hebben we overigens in de hele gemeente Schagen heel veel vrijwilligers bij heel veel verenigingen. Ja, ja. Ik vind overigens wel een groot compliment aan Schagen FM dat jullie al 25 jaar hier, dit station, met elkaar, met heel veel vrijwilligers weten te draaien. Met zoveel programma's voor jongeren, ietsje ouderen. S'avonds laat hoor ik nog gewoon actieve programma's. Kan ik beluisteren op de radio. Ik vind dat echt een groot compliment. Ja, wat ik ook heel mooi vind om te zien is dat er bijvoorbeeld, ik ben er nog maar net bij, zeg maar, vergeleken met sommige mensen die hier echt al 25 jaar zitten. Ja. En dat vind ik toch best wel uniek. Ja, dat klopt. Ja. En wat ik ook zo leuk vind is dat je hele jonge mensen tegenkomt in Schagen FM en mensen ietsje ouder. Dan denk ik van ja, dat is toch fantastisch als dat samen. Ik hoorde de voorzitter zeggen als één familie. Nou, ik snap dat het zo voelt hier. Nou, dat is het ook. Het is een warm bad, zeg maar. Ja. En nu ben jij de baas van Schagen FM. Hoe zou een dag radio en televisie eruit zien? Oh, dat is wel een hele lastig. Als ik een dag... Dan moet ik heel vroeg beginnen, zeker? Met het nieuws? Nou ja, om het voorbeeld te zeggen, Gert-Jan Gerritsen die staat hier elke ochtend om 7:00. En dan heeft hij de agenda klaar en dan heeft hij zijn nieuwsberichten klaar. En, nou ja, die is vroeg wakker. Ah, ja. Ja, die begint er vroeg mee. Ik denk dat ik daar naast Gert-Jan zou komen staan en dat we het samen zouden kunnen doen. Ja. Maar of ik dan zoveel anders zou doen als dat ik dat nu doe? Nee, ik ben altijd wel geïnteresseerd naar de reacties van luisteraars. En ook van onze inwoners natuurlijk. Dus ik denk dat ik misschien nog meer de straat op zou gaan. Om te horen van, ja, wat beweegt u nou en wat vindt u daarvan? En mensen vinden dat soms wel spannend. Maar misschien dat we daar nog meer zouden kunnen halen. Zouden we dat moeten doen, denk je? Om een voorbeeld te noemen, op het Mercado gaan staan en de microfoon open moeten gooien voor... De mensen uit Schagen en omstreken om te zeggen... Ja, hoeft niet specifiek Mercado te zijn. Ik maar noem maar wat. Plekken waar mensen komen, hè, dat doet Schagen FM nu ook al. Zou je toch eens kunnen zeggen van... Goh, kunnen we nog meer de mensen achter de microfoon halen? En waar ik me steeds over verbaas... is dat we zoveel kwaliteiten op het verschillende vlak... cultureel, techniek, in de zorg ook mensen zie... dat ik denk van jeetje, wat hebben we toch een bijzondere inwoners... hier in de gemeente. Ja, die zou ik allemaal wel op een voetstuk willen zetten. Nou, daar zou Schagen FM wat mij betreft nog meer aandacht voor mogen hebben. Nou ja, dat is wel iets bijvoorbeeld wat Kitty doet elke zondagochtend... met de deur open, mensen naar binnen trekken en een verhaal laten doen. Maar wat jou betreft mag dat vaker. Ja, en het mag ook op straat. En nog wel even jongelui. Ik mis dan nog weer eventjes echt de jeugd die zo fantastisch bezig is en zo positief. En je wordt altijd vrolijk van kinderen en jonge mensen. Ja, zeker. Dus, nou, misschien dat nog een tip zou kunnen zijn. En dan denk je aan een programma voor de jeugd of meer door de jeugd? Beide, voor en door de jeugd. Ja. En Janno is ook bezig als jongerenprogramma. Absoluut. Maar misschien zou het nog jonger kunnen, weliswaar met een beetje steun van jou en van Gert-Jan en van Ed en zo en van Kitty. Maar, denk je dan aan een kinderprogramma? Ja, daar zit ik echt aan te denken. Dat had je vroeger ook, de Code Boswachtershow. Ken je dat nog uit de jaren 70? Ja, dat is heel lang geleden. Dat nog wat zegt, maar... Ja, dat klopt, ja, dat ken ik nog wel. Maar ik denk ook dat Schagen FM daar rijp voor is om daar wat meer aandacht aan te besteden. We gaan hem noteren. Het lijkt me zeker interessant om dat te gaan doen. Nou, ik denk dat we er zo'n beetje zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het meestal gezegd is. Waarom ben je nog sinds kort pas bij Schagen FM? Ik heb hiervoor bij heel wat andere omroepen gezeten. En ik ben wel inwoner van de gemeente Schagen al heel lang eigenlijk. Maar ik zat eigenlijk aldoor verder in het land. En dat waren omstandigheden. En uiteindelijk miste ik toch wel de lokale betrokkenheid. En het lokale nieuws vind ik zo interessant. Ja. Daar wil ik gewoon meer aan doen. Dat vind ik leuk. Dus welkom dan bij Schagen FM. Dank je wel. Vanaf deze plek weet ik dat ik namens het gemeentebestuur zeg... dat ik Schagen FM met alle luisteraars, met alle vrienden... en vooral alle vrijwilligers heel veel succes... voor de komende 25 jaar wil toewensen. Mag je namens Schagen FM bedanken. Dank je.